heb hem, toch? Yeah. Yay! Ik heb een hele erg terugval. Spijt me niet! Zo. Zonnetje hoor. Zonnetje. Ik heb net een extra video opgenomen over mijn beauty en mode favorites van dit moment. Het is dus een nieuwe rubriek, zowel op YouTube als mijn site. Ik ga maandelijks doen en dat heet dingen waar ik blij van word. En ik word dus op dit moment heel blij van bepaalde spulletjes. Het zijn of producten die ik toegestuurd heb gekregen of producten die ik gewoon zelf heb gekocht. En die me dus enorm goed bevallen. Dat is toch leuk om die live hacks met elkaar te delen. Ik heb de hele dag gewerkt, ik heb al mijn opdrachten afgerond en ingeleverd. Niet normaal druk is het, echt niet normaal. En, maar eigenlijk had ik gehoopt op een beetje nog een snoepweek, maar dat is niet helemaal gelukt. Oké, dit is echt een heel warrige vlog, sorry. Ik hoop dat ik straks een beetje strakker word in het vloggen. Ja, ik ga me even omkleden. Dus het is date night met Alain. En dan kom ik hem zo halen met de kids, dan ga ik iets wegbrengen. En dan hebben we al zo een date night. Oh, daar zou je hem hebben. Maar ik heb me dus al 100 keer voor hem omgekleed. Ik weet nooit zo goed. Ik weet nooit zo goed wat ik aan. Hoi. Ik ga even dan afronden en dan kom ik naar beneden. Oké, doei. Anyway, dit is dus mijn avocado trui geworden van Red. En een tuinpak van Costus. En mijn oude Stella McCartney tasje. En ik heb even oude All-Stars uit de kast gehaald. Dus dit is mijn gekke look voor vanavond. Borkum en Villen Overdorp van 22 minuten vertraging. De laatste op de A15 in Ridderkerk Nijmegen tussen Stienrecht West en de brug. Ik ben een hele rustige vlogger deze week. Ik ben heel stil. De hele lijn compleet in de doos. Ja, dat is meteen behouden. Ik was nog niet meer. Ik zeg niet alleen. Dit was de laatste vlog. Dank jullie wel voor het kijken. Grapje. Oké, Beyoncé. I'm sorry. Spijt me niet. Maar wel het boeket vangen, hè, zegt Leroy. Dat is ook zo. Ik moet wel het boeket vangen, bitch. Jij gaat niet het boeket vangen. Hoe heet dit liedje? Deze zoek ik ook. Echt waar. Wie weet hoe dit liedje heet? Ik wil even dat de kijkers weten dat jouw muzieksmaak ooit goed was. Mijn muzieksmaak is nog steeds goed. Nee, en dat deze je gewoon zomer, dat het ergens deze, helemaal deze mis is. Deze zomer is het gewoon. Dat je gewoon opeens alleen maar Harry luistert. Ik luister ook naar Otis Redding. En ik luister ook naar Al Green. En ik luister ook naar Jack Johnson. Maar nu gewoon even niet. Nu is het even. Grab a girl, grab a man. Wat zou je doen als je dit hoort in de club? Ben je daar helemaal boos? Naar huis gaan. We gaan naar War Dogs. Ik heb wel zin in. Ik laat me verrassen vandaag. Alleen heeft deze film uitgekozen. En ik ga wel popcorn eten. Dat heb ik eigenlijk de hele New Physic tijd gewoon gedaan. Als wij een keer naar de bios gaan. Ik gewoon popcorn, wat is het? Pathé Arena, Pathé Arena, Pathé Arena, Pathé Arena. Dus Rachid belt me. En zegt, wat laat Alain nou weer vallen? En ze zegt, ja, ze pasjes. En ze loopt gewoon weer door, want ze heeft niet door dat ik achter haar ben. Kijk. Rachid, Masha en Tante Rita. Blijkbaar gaan we ook naar dezelfde film. Yes. En we zitten ook achter elkaar, dus dit is een en al toeval en gezelligheid. En ik ga mensen slaan met mijn stok bijna. Danger! De film was niet normaal leuk en goed. Aanrader. Dus? War Dogs. Wat voor cijfer krijgt hij van jou? Van mij krijgt hij een 8,7. 8,7? Nou, dat vind ik wel overdreven. Ik vond hem wel heel leuk, maar niet 8,7. Lopen we nog door? Dit gaat zelf aan. Nou. Nee, van mij krijgt hij... Hallo? Oh, waarom zit het nou niet?
Hier is dan toch glas toch gefixt? Ja, maar ik ben altijd heel bang in het donker. Wow. Deze doet ook niet. Huh? Stroom uitgevallen? Nee. Vandaag een nieuwe rubriek. Dingen waar ik blij van word. Ik ga het elke maand doen. En vandaag is het dus de eerste keer dat ik dit doe. Dat is echt freaky. Ik ga vandaag een nieuwe rubriek. Dingen waar ik blij van word. Ik ga het elke maand Chipmunks. Ik heb vandaag eigenlijk niet gevlogd. Omdat ik letterlijk de hele dag op één plek zat. Ik heb een video gemonteerd. De hele dag. Dus die komt morgenochtend om 7 uur online. Maar als deze vlog online is, dan heb je die al kunnen zien. Ik zal hieronder nog even een linkje plaatsen. Voor het gemak. Hè? Kijk, Alain ligt al te pitten. En ik ga nu ook pitten. Ik ben moe van de hele dag monteren. En ik heb M&M's gegeten. Wat een rust. Tot morgen. Alain, slaap je? Nee. Wel, dit is de. Yo, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Mijn favoriete dag. Ik weet zeker dat ik veel te warm gekleed ben. Maar ik heb skitta. Want ik wilde gewoon dit aan. En ik had eigenlijk zoiets van, ja leuk dat mooie weer. Maar ik ben toch eigenlijk wel al toe aan de herfst. Dit is vandaag mijn outfit. En, oh, je ziet echt alles door deze jurk. Dat is echt kut. Oké, make-up veel. Een donkerblauwe jurk van H&M. Die echt hoog gesloten is. En ook nog super lang. Dus ik ga echt dyen. En Converse Missoni schoentjes. Dat is Dave Chillings. Ik ga die outfit van Jills. Waar ik dus een samenwerking mee heb gehad. En waar ik een leuk filmpje voor heb opgenomen. En een outfit voor heb geshopt. Wat je vorige week hebt kunnen zien. Die ga ik eerst even afleveren bij het PR-bureau. Dan ga ik een outfit zoeken voor de bruiloft morgen. Voor Lenny in de Zara. En allemaal andere spots. En daarna ga ik naar de kapper. Word ik gefeund. Voor morgen. Na de kapper ga ik naar een event van Jo Malone. Na Jo Malone ga ik naar de boeklancering van Malini. Ik heb het boekje wel al. Even kijken waar die ligt. Kijk. Ik heb het boekje wel al. A Stylish City Guide. Geschreven door Malini Vase. Met illustraties van Hichiel Sander. Very Instagram worthy. En natuurlijk inhoudelijk helemaal top. Dus daar ga ik even naartoe. Om Malini te supporten. First stop is Iconic Studios. Je kat op de strijkplank. Maar dat maken we wel schoon. First stop, Iconic Studios. Yay! En dan ga ik dus deze outfit, die, weet je wel, die ik had geshopt vorige week, die ga ik inleveren. Maar wel voor jullie. Oké, dan Zara. Yay, here I come. Zal ik Lenny een pak doen? Het is eigenlijk echt netjes hoor. Ik ben er bijna uit. Er is alleen wat twijfel. Dit. Dus met een nette pantalon. Vind jij zo leuk als Lenny iets stoerder is? Met deze pantalon. Het licht is hier wel echt anders. Maar met dit strikje is wel leuk toch? Ik twijfel even tussen de broeken. Ik ben er bijna uit. Ik ben eigenlijk wel klaar. Pender, achter mij. Is het haartheater? Ik ben benieuwd wat Jentel gaat doen met mijn haar, want we gaan het dus even mooi maken voor vanavond en voor de bruiloft. Ik kan ook wel een wasbeurtje gebruiken. Ik ben een tikkeltje laat dus, en dan ook vooral nog vloggen. Ik ga snel naar binnen. Weg gaan wassen. Hoi Jentel. Hoi. Wat gaan we doen? Nou, we gaan je haar mooi maken. Feunen. Hoe ga je het feunen? Mooi, glad, glanzend, met een lichte valling aan. Jee, daar hou ik van. Nu ben je een handmodel. Altijd al willen zijn. Oké, de dag is niet helemaal gelukt. Want ik moest onverwachte boys halen in huis. Maar wat wel gaat lukken is dat ik nu naar het Elfeestje ga. En Alain heeft mijn schoenen uitgelachen. Maar ik vind het echt heel leuk.
weer. De bruiloft van Eddie en Alina, yay! Achter mij gaat het allemaal gebeuren. Dus, let's do this. Ga naar huis. Rashid gaat ze brengen. Hey Rashid, wat lief dat je ze gaat brengen, hè? Ik ben heel lief. Daantje wilde in de vlog. Weet je zelf. Daniel Scotch, je weet zelf. Gratis promo. Maar vertel wat je doet dan. Ik ben filmmaker en ik maak super dope video's. Ik heb als enige willen eten als eerste op. Kijk. Extra kilootjes en meid, die heb je helemaal niet nodig. Kortom, leer van Dali, doe ik ook. En het werkt. Yeah. Dan geef ik het woord aan Alain. Alain. Kan ik dit toppen? Nee. Heb ik het voorbereid? Nee. Bereid ik er überhaupt ooit iets voor? Nee, ook niet. Maar dat geeft helemaal niks. Eddie, mijn broer. Hij luistert goed. Hij oordeelt niet. Blijkbaar komen er sterretjes. Gaat dat lukken of niet? Yeah. Yay. Zit erop. Yay, Eddie en Alina zijn getrouwd. Ja, zeker. Topdag. Niet zo voor de vlog. Denk ik. Maar dat komt omdat het gewoon een en ander stress en excitement was. Freaky! Volgens mij is Dalida vergeten het bruidsboeket te gooien. Maar ik heb hem wel gevonden. Het is al weg trouwens. Dit is het bruidsboeket. Betekent het nu dat ik hem officieel heb gevangen? Wat zeg jij, Bram? Kijk, Dalida is hem vergeten te gooien. Maar ik heb hem gevonden. Ik gooi hem. Nee, dat mag je niet meer gooien. Oh, mag je niet meer gooien? Denk ik niet. Dus, ik heb hem, toch? Jij hebt hem. Yay. Ik ben getuige, toch? Ja, jij bent getuige. Ik ben getuige. Dit is gewoon, al onze kijkers zijn getuigen. Dus ik ga hierna trouwen. Echt. Of jij. Even de avond afsluiten in stijl. Wij zijn ready. Gaan we de vlog afsluiten? Oké. Okay. 1, 2, go! Woe! Het is 2:15. Aangekomen in de Student Hotel in Aga, Den Haag. Dat was een Sylvie lachje. Aga. Alleen is Loesoe boy. Nou, valt wel mee, wel een beetje. En ik ben nuchtere Harry. Hierbij even een kleine impressie van de Student Hotel in Den Haag. Zonder zorgen. We zijn wakker geworden in Den Haag. In het Student Hotel. Ik ga een soort van de kamer proberen te laten zien. Maar want we hebben hem natuurlijk al helemaal vercrackt. Dus ik hoop dat het nog wat is. Bureautje. Lampje. Bureautje. Dit bedje. Let's stay in het Student Hotel. En je hebt een keukentje. Maar Alain heeft geen eitje voor mij gepakt. Pistache.
was vet lekker. Nu gaan we naar huis. Damskosé. Ososé. Hiya mee. En we hebben een taartje gekregen bij Pistache en de Jamie Hill. On the house. Heel erg hongerig naar dat taartending dus, zat te kijken. Ook al ben ik een keer sterk, geen taartje. Krijg je er nog eentje mee. Wil je er anders eentje proeven? Oh ja, oh wat slecht. Nou ja, oké. Okay. Zo deed je. Yo, goedenavond. Ik heb net een frikandel gebakken. Ik heb ook pannenkoeken gegeten. Ik heb gisteravond een hamburger gegeten op de bruiloft. Dus ik heb een heel erg terugval. Alleen is ook Burger King aan het halen voor mij. En dat heeft te maken met het feit dat de bruiloft mijn goal was. En dat dat dan nu voorbij is. Had ik besloten dat ik na de bruiloft voor één dag helemaal los mocht. Maar nu ben ik een soort van in een flow geraakt dat ik niet meer kan stoppen. Dus morgen wordt spannend of ik dan weer normaal kan eten. Maar ik geniet wel echt. Als een malle. En we hadden ook door de nieuwe vissing heb ik geen mayo en ketchup meer in huis. Maar wel deze Thaise hot sauce. Het is vet lekker. Ook tip van de week. Ik ben echt moe. We waren best wel vroeg op. Terwijl we vet laat naar bed waren gegaan. De hele dag met de kids. Het is heftig man. Alain had een verjaardag van een vriend. Dus die was weer weg. Die was weer pleiten. En ja, ik heb alles alleen gedaan. Nou, niet alles. Hij heeft het grootste deel gedaan totdat ik heb... Laat maar. Hij heeft ze naar... Ik heb ze naar bed gebracht en gedoucht en zo. Dat is altijd wel het zwaarste werk. Maar ik verheug me op de long chicken. Dat wordt een menu. Can't wait till he gets here. Yeah, food. De frikandel was het voorgerecht. Deze eieringen. Dit is hoofdgerecht. Deze eieringen. Stoetje. Bon appetit. Yo, zondagavond. Het is echt super laat. Het is 2:00 PM, want ik moest nog echt veel doen. Bijvoorbeeld mijn haar en mijn tas inpakken. In de was. De was zie je daar. Very glamorous in de woonkamer. Morgen ga ik namelijk mee met Manon naar Ibiza. We gaan 24 uur naar Ibiza. Dus dat wordt nog wat. Ik als 29-jarige moeder van 2. Gaat 24 uur vertoeven op Ibiza. Dat kan toch eigenlijk niet? Ik kan dat niet meer. Ik zou dat vroeger hebben gekund. Maar nu kan ik dat echt niet meer. Ik denk dat ik het wel kan, maar dan met heel veel wallen. Ja. Oké, maar in ieder geval super veel zin in. Dus ik ga snel de vlog afsluiten, want anders wordt het echt te laat. Morgen vliegen en fris zijn. En we gaan ook volgens mij niet slapen. Maar in ieder geval super veel zin in. Dus ik hoop dat je volgende week weer kijkt. Want dan is er eigenlijk niet alleen Ibiza, maar ook Barcelona. Want ik ga donderdag een dagje met vriendinnen heen en weer naar Barcelona. Yay! Shoppen, lunchen, dineren, alles. Dus dat. Volgende week kijken dus. Vond je dit een leuke vlog? Even je duimpje omhoog. Al is het alleen maar al voor het pasgetrouwde bruidspaar. En ik hoop je volgende week weer te zien. Vergeet ook niet te abonneren, want we moeten op naar de 10.000. Yay! Oké, ik ga snel slapen. Tot volgende week en bedankt voor het kijken.